Goedemorgen, het is de laatste zaterdag van november. Het is rond het vriespunt, net niet zo boven denk ik. En ik ga beginnen aan de etappe van Rijssen richting Holten van het Marskramerpad. We zijn weer bij het punt waar ik vorige week ook gestopt ben. Dus hier kan ik het prima weer oppakken. We zijn een uur voordat de zon opkomt vertrokken. Misschien liggen jullie nog in je bed, misschien zijn jullie wel wakker. Zaterdag 7:30 en we komen hier al direct aan een pont. En zwaar een handpont. Laten we eens kijken hoe dat werkt. Hier een stuurwiel. Gaan we er maar gebruik van maken. En gaan we eens kijken of we aan de overkant terecht kunnen komen. Het is geen breed water, maar toch te veel even te zwemmen denk ik. Dus aan de slag. Het gras zit nog helemaal onder de rijp. Het is helemaal wit uitgeslagen. Hangt wat grondmist. Prachtig. Nou, iets te ver doorgelopen. Ondertussen is de zon opgekomen. Achter de boom. Nou, de plaquette. En ja hoor. Hier zit de geheime deur. Het hek gaat open. Dan gaan we deze kant eens volgen. Waar is het hekdeel? En zo lopen we langs een akker. Kijk, mooie paardjes. Heel veel klapbekjes achter elkaar, hier weer in. Dit zou de grindweg moeten zijn. Nou ja, volg het boekje en we gaan hier naar rechts. Nou, ze lopen we weer samen, dus Schaduw en ik. Nou, we zijn net de gemeentegrens van Rijssen-Holten langsgelopen. Een leuk bomenlandje. Langs boerderijen, weilanden. En zo langzaamaan gaan we ook richting de Holterberg. Zo, ondanks de herrie zijn we zo langzaamaan toch eens op de bomen aan het tegenkomen. Mooi, beukenbomen. En dat in de novemberzon. En het is zover, we lopen het bos in. Hier nog een fietspadpaadje. Hier nog een fietspad. Maar aan beide kanten bomen. Dat begint er toch als een bos uit te zien. De Sallandse Heuvelrug. Nou, dit is ook handig. Je hoort niet te weten wat hier staat. Je moet er eerst voorbij rijden. Of je aan het lopen bent of met de fiets. Je moet er eerst voorbij rijden. Dan zie je dat het iets met eekhoornen is. En dan weet je, oh, hier moeten we dus in.
Nou, hier is het dan wel doodstil. Niet helemaal, hè. Toch weer vliegtuigen of auto's. En zo komen we bij de Canadese begraafplaats. En na de begraafplaats hebben we dit leuke bospaadje. Een beetje smal, loopt iets omhoog. En bij het einde gaan we naar beneden. Jee! Bijna aan het eind van de vijfde etappe. Dat is in de buurt van Holte. We komen bij een paddenstoel bij de oude Hellendoornseweg. Als je naar het station zou willen, zou je hier zo naar links kunnen. Dat was het voor deze etappe, jongens. Tot de volgende etappe.